en de vergadering van de BD-vereniging. Maar we hebben vanavond een inhoudelijk programma en daar ben ik erg blij mee. Astrid van Zon van de Urtica de Vijfsprong zal ons meenemen in een prachtig verhaal met haar visie op vrije grond en de vitaliserende werking van biodynamische landbouw. En daarna zal Luc ons meenemen in de wereld van mest en compost. We hadden gehoopt dat hij dat samen met Guus van Imhof zou doen. Echter, Guus is door droeve familieomstandigheden vandaag niet aanwezig bij ons. Dus Luc zal zelfs geheel alleen de honneurs waar moeten nemen voor dat verhaal. Aan het eind komen Maria en ik nog even terug om het af te sluiten. En mochten er vragen zijn en daar tijd voor zijn om dat te beantwoorden, dan zullen we dat graag doen. En inderdaad, ik zie dat de chatmogelijkheid al gebruikt wordt. Nina zit naast me en zij zal volgen welke vragen er gesteld worden en of wij ze adequaat en snel kunnen beantwoorden. Zou jij nu het scherm over willen nemen, Maria, en jouw woorden tot ons richten? Ja. Oké. Beste BD-leden, goedenavond. Een heel andere jaardag als wij het normaal gewend zijn in juni. Bij een jaardag hoort een terugblik en vooruitkijken. Ik wil een paar gebeurtenissen van het afgelopen jaar noemen. Dit jaar, in januari, mocht ik in Doornach getuige zijn van de oprichting van Biodynamic Federation Demeter Internationaal. Het is democratischer geworden, omdat ieder land nu één stem heeft. Voor Nederland is Stichting Demeter lid geworden. Ze heeft geen leden, de BD-vereniging wel. We gaan daarom meer samenwerken om een goede vertegenwoordiging te creëren. 14 januari was de kringloop van Delfkau, BD-boerderij Duindam, naar het torentje in Den Haag. Samen met meer dan 60 organisaties hebben we onder het motto De Weg Vooruit in 10 puntenplan aan minister Carola Schouten overhandigd. In het land werken nu initiatieven samen, ook gangbaar groendenkende boeren, zoals Piet van Eisendoorn ze noemt, met biologische en biodynamische boeren. Maar dit was nu de weg vanuit de boerderij, wat jullie zien. Boerenraad, Caring Farmers, Herenboeren, Stichting Boerengroep, Platform ABC, om sommige te noemen. Het thema van de winterconferentie was dit jaar samenwerking. Hieraan wordt vervolg gegeven in de beroepsontwikkelingsgroepen. Ja, dit is toen we dat aangeboden hebben aan minister Schouten, wat je nu ziet in het foto. Dat is in Den Haag. Het thema winterconferentie was dit jaar samenwerking. Hieraan wordt verder gewerkt in de beroepsontwikkelingsgroepen, omdat daar in de praktijk nog heel veel te leren valt. In juni heeft Maria van Boxel, onze penningmeester, na 8 jaar ons bestuur verlaten. Het afscheid en bedanken ging alleen digitaal en schriftelijk. We hebben sinds die zomer 2 nieuwe aspirantenbestuursleden, Albert Weegman en John Dammers. Als bestuur willen wij teruggaan naar de basisgedachte van die landbouwcursus. Onder andere het preparatengebruik stimuleren. Die preparaten zijn een sleutel tot krachtigere planten en aarde en maken ook, laten ons ook meer kwaliteit oosten. En het is ook voor onszelf. Om als hele sector sterker te staan, zijn we bezig meer aansluiting te vinden bij bestaande biologische organisaties. En die zwarte punten weer bij de impulsen van Rudolf Steiner te leggen.
In de gezondheidscrisis zien wij dat meer mensen bij natuurvoedingswinkels en bio- en biodynamische bedrijven hun voedsel kopen. Herman Weifel zei dit jaar in een interview, zijn ervaring is, veranderingen kunnen wel vertraagd, maar niet tegengehouden worden. De consument heeft veel macht via zijn koopgedrag. En consumenten zijn we allemaal. In Vitale WD-vereniging is nu extra belangrijk om inspirator te zijn voor deze beweging. Biodynamisch boeren is de oplossing voor fosfaat, koolstof en stikstofcrisis. En ook voor de steeds meer verdwijnende biodiversiteit. Wij moeten nog wel hard werken aan minder fossiel energieverbruik. Hier verwijs ik naar de proefschrift van Meino Schmidt. Met de laatste DP werd uitgebreid aandacht besteed aan prachtige voorbeelden van BD-korte ketens in Nederland. Of je BD-boer of burger bent, in deze tijd is het urgent en komt het op iedereen van ons aan om met de waarden van biodynamisch zoals gezondheid te werken, zodat het uitstraalt naar de omgeving. Een gezonde grond vol levende organismen is een van de belangrijkste factoren voor een gezond en productief voedselsysteem. Hoe wij onze grond behandelen, heeft een directe impact op de kwaliteit van ons voedsel en daarmee op onze eigen gezondheid en ons eigen leven. Daar is het bedrijf van Dirk Klein-Bramel, Ortiga de Vijfsprong, een levend voorbeeld van. Dirk Klein-Bramel heeft met zijn passie op zoveel plekken en organisaties een impuls gegeven. Jammer dat wij vandaag niet in levende lijve aanwezig kunnen zijn. Maar ik denk, in gedachten zijn er wel heel veel aanwezig. En Dirk is er natuurlijk niet meer. En wij missen Dirk nog steeds heel erg. Met zijn helderheid en zijn heldere kijk op dingen. Nu geef ik het woord aan Kees van Biert van de BD Grondbeheer, die ons meer zal vertellen over het bedrijf en over de grond. Dankjewel, Maria. Misschien even wat Maria ook al meldde. Je hoeft in deze dagen maar een paar kranten te lezen om te weten wat wij met elkaar in de landbouw aan het doen zijn, dat dat niet houdbaar is, dat dat niet duurzaam is en dat dat eigenlijk ook niet zo kan blijven. En wij zullen dus moeten veranderen of, om het in een andere woord uit te drukken, transitie is onomkoombaar voor ons. En nou willen we juist als BD Grondbeheer, vanuit de ervaring die wij meenemen, daar een centrale en cruciale plek in innemen. Zorgen dat de transitie mogelijk is voor de landbouw. Nou, normaal heb ik op de normale jaardag zeg maar een half uur, drie kwartier om even te vertellen wat we allemaal gedaan hebben en wat we allemaal willen gaan doen. Ik heb nu 5 minuten, dus ik beperk mij tot, tot een paar hoofdzaken en ik ben graag bereid om later over alle andere projecten die we doen te communiceren. Mailt u mij en ik communiceer. Ik wou er 3 dingen uithalen. In de achteruitkijkspiegel kijken. U weet, we proberen BD Grondbeheer sterk te maken en te zorgen dat BD-bedrijven die BD-grond hebben niet omvallen of van de kar vallen. Zo hebben we ons ingespannen voor de hondspollen een aantal jaren geleden. En het afgelopen jaar hebben we heel hard gewerkt om de fusie met Lovendaal rond te krijgen. Dat is gelukt. Dankzij een geweldige inzet van ook de boeren die pachter zijn geworden. Ineke van Strien, die ons een prachtige gift heeft gegeven, het vruchtgebruik overgedragen heeft aan BD Grondbeheer. Dat bleken de instrumenten om 2 opnieuw gezonde bedrijven te laten starten. En we hebben er een cadeautje bij gekregen.
Dit was een ingewikkeld vraagstuk en wij hebben wij denken de beste rentmeester van Nederland gevraagd om dat project voor ons te begeleiden en te helpen. En de samenwerking is zo goed bevallen dat hij vanaf begin dit jaar bestuurslid is geworden bij BD Grondbeheer, Michiel de Koe. Dus wij zijn ook als bestuur versterkt en we werken er ook hard aan om later nog een stap te nemen. Dat even in de achteruitkijkspiegel. Nu even naar de transitie. U weet, wij hebben een aantal jaren geleden een samenwerking aangekondigd onder de naam KIEM. Dat was een project wat wij samen doen met de Triodos Regenerative Money Center. Dat is eigenlijk die entiteit van Triodos die 100% gericht is op transitie. En om te zorgen dat zaken, zoals Lisbeth Soer dat noemt, radicaal geld, radicaal kunnen veranderen. Nou, zij helpen ons bijzonder, zoals ook Triodos Bank ons bijzonder helpt, om in feite in het project KIEM grond te verwerven waar we op dit moment boeren mee helpen. Kort geld krijgen we daarvoor en de toekomst zal zijn dat we dat om gaan zetten naar lang geld, naar obligatieleningen en zo. We hebben twee projecten daar even uitgelicht. Dat is, u weet, we hebben boers geholpen. Een van onze oudste pachters, Piet van Andel, met 43 hectare in de polder. En nog belangrijker, vorig jaar dreigde de continuïteit bij de Utica de Vijfsprong in gevaar te komen, omdat 13 hectare die zij al jaren pachten in één keer verkocht zou worden aan een ander. Gelukkig hebben wij met hulp eerst van de bank het kunnen kopen en er is een geweldige actie opgezet door Utica de Vijfsprong. Inmiddels hebben we, ik geloof, 6 ton binnengehaald aan verkoop van lange termijn obligaties of eeuwige obligaties en schenkingen. Astrid heeft daar waanzinnig hard aan getrokken. En daarbovenop hebben ze 2 hectare geschonken aan BD Grondbeheer om de eenheid en de heelheid van de BD-landbouw op hun boerderij te bestendigen. En daar zal zij straks meer over vertellen. Dan zitten wij zelf ook in een transitie. Zoals ik net zei, wij willen graag beschikbaar zijn om daar waar veranderd moet worden, daar waar geholpen moet worden met grond, ons steentje bij te dragen of ons metertje bij te dragen, moet ik waarschijnlijk zeggen. In onze weg en onze ontwikkelweg samen met het Triodos Regenerative Money Center zijn wij andere groepen tegengekomen. Weiland, een entiteit verbonden aan Common Land, Herenboeren, Maria noemde hem ook al. Dat zijn organisaties die Weiland wil actief boeren helpen om te veranderen als ze dat willen, maar hebben dan vaak grond nodig en wilden zelf ook een soort grondfonds opzetten. Totdat ze ons ontmoeten, zeiden ja, maar waarom doen jullie niet de grond? Dan helpen wij boeren. Herenboeren wil vanuit de community mensen helpen die herenboerderijen op willen zetten en willen eigenlijk ook de grond het liefst bij BD Grondbeheer in eigendom laten zijn en die dat dan vervolgens verpacht aan die coöperaties, zijn het formeel. Nou, dat past ons zeer. Wij willen heel graag helpen bij die verandering. 2 voorbeelden. Jaring Brunia is bij ons gekomen via Weiland, had als casus 40 hectare, 60 koeien, wilde graag BD worden, had meer hectares nodig. Wij konden hem helpen om 20 hectare te kopen. Hij zet zijn onderneming om naar een BD-bedrijf. Herenboeren Weert, een complexe situatie met 13 hectare. Er was een partij die 1 miljoen wilde lenen aan Herenboeren. Nou, Herenboeren zei, laten we het niet ingewikkeld maken met al deze gezinnen en coöperaties. BD Grondbeheer heeft de lening gekregen en wij hebben de 13 hectare gekocht. Op dit moment werken we nauw samen. De naam KIEM gaan wij in de komende periode vervangen door Aardpeer. Ik zal u later nog uitleggen hoe we aan deze prachtige naam gekomen zijn. Aardpeer zal de naam gaan worden van het gezamenlijke initiatief wat BD Grondbeheer gaat trekken met Weiland, met het Triodos Regenerative Money Center en met herenboeren, waarbij wij ons continu zullen blijven concentreren op de grond. Dus grond kopen en in erfpacht geven, met groepen om ons heen die verandering willen helpen tot stand komen. Dat kan de BD-vereniging zijn, dat kan de meter zijn, dat kan Weiland zijn, dat kunnen de herenboeren zijn, dat zouden ook anderen kunnen zijn. Daar zijn we mee bezig. Binnen 1 maand, 1,5 maand hopen we in de markt te komen met onze obligatielening.
We zitten in de laatste ronde, hopen we met de AFM, om dat goedgekeurd te krijgen. Het wordt 15 miljoen, is het voor de eerste ronde. 5 miljoen voor 5 jaar en 10 miljoen voor 10 jaar. We gaan er nu, u zal er veel over lezen. We worden door velen geholpen om op de trommel te slaan. Zodat we meerdere initiatieven, zoals bij Urtica de Vijfsprong, kunnen blijven steunen. En onze nestgeur, zeg maar, de biologisch dynamische landbouw, kunnen blijven uitdragen. Binnen de kaders niet verstuiven, niet verstenen, maar wel ontwikkelen. En een prachtig voorbeeld daarvan vind ik Urtica de Vijfsprong. En het is dan ook genoeg een Astrid als jij het stokje over wil nemen en daar verder over wil vertellen. Ja, goedenavond allemaal. Inderdaad, heel fijn dat we hier namens Urtica de Vijfsprong dat kunnen vertellen. Jammer inderdaad dat Guus er niet bij is. Want natuurlijk werken we heel veel samen. Hè? En dat hele vlot trekken van de campagne, dat is zeker ook aan Guus en Henk Popping te danken. En ik bedacht me ineens van, goh, het is eigenlijk ruim een jaar geleden, in juni, en daar wil ik toch nog even aan refereren, dat we met grondbeheer getekend hebben. Hè? Dus de overdracht van de gronden ging het om. En ook nog een gedeelte van de grond van Derk, die daar zat daarbij. En nou ja, dat was wel een heel bijzonder moment, omdat het in de week was dat Derk net was overleden en voor zijn uitvaart, precies middenin, dat ik met zijn vrouw Ria daar toch naartoe gegaan ben en dat we bij de notaris met elkaar even stilgestaan hebben bij Derk, want Derk was er een groot voorstander ook van. Hij bracht niet voor niks zijn gronden, ook in gedeeltelijk. En nou ja, dat we daar dus dat toen getekend hebben. En voor Urtica de Vijfsprong dan dat erfpachtrecht. Nou ja, in die zin is dus de samenwerking met grondbeheer is daar echt officieel gestart. Had natuurlijk al een enorme aanloop. Maar nou ja, Derk was daar eigenlijk direct alweer mee verbonden, zal ik maar zeggen. Maar op een hele andere manier dan. En nou ja, het is voor mij... ik wil even iets kort zo vertellen over... twee beelden uit de biodynamische landbouwcursus. En die voor mij heel erg laten zien waardoor grond zo vitaal wordt. En waarom het dus zo belangrijk is dat die gronden ook blijvend zijn. En dat was natuurlijk bij ons ook het grote punt. Wij hadden maar heel weinig eigen grond. Iets van 3 hectare in totaal. Nou, iets meer. Maar er staan dan ook nog gebouwen op. Maar in ieder geval 3 hectare grond waar geen gebouwen op staan. Een gedeelte bij Urtica en bij de Vijfsprong. Dat is inmiddels inderdaad ook doorgeschonken naar grondbeheer. Maar inderdaad, verder wordt er vooral grond gepacht, zo'n 80 hectare. En op het moment dat natuurlijk iemand bedenkt dat hij nu de grond wil gaan verkopen, dan kan dat natuurlijk voor een enorm probleem gaan zorgen. En ik heb zelf aan de lijve ervaren, toen ik net bij Urtica de Vijfsprong kwam werken in 2016. Ik kom vooral vanuit de zorg. Ik kreeg ineens een boerderij bij cadeau en... Natuurlijk wist ik wel iets van de biodynamische landbouw, maar niet van binnenuit. Maar dat ik zo heb ervaren, en ik dacht eerst dat dat vooral de natuur was, maar ik denk dat het heel erg ook te maken heeft met de manier waarop de grond dus bewerkt wordt. Dat ik was er nog maar net en dat er in mijn privésituatie een aantal ernstige ongelukken zich voordeden met een dochter en een moeder. En nou ja, dan kom je natuurlijk net in zo'n nieuw bedrijf. Dus dat moet je je allemaal eigen maken. En ondertussen wordt er in de privésituatie ook van alles gevraagd. En ik wandelde iedere dag 's ochtends naar mijn werk van mijn huisje in het bos. En 's middags weer terug. En dat ik iedere keer merkte, want ik woonde ook nog in Rotterdam. En dat ik merkte, dus door de week was ik in Vorden, van hoe dat vitaliseerde. En dat je eigenlijk door die wandeling... Nou ja, wandelen is natuurlijk sowieso goed, maar daar langs dat land en die koeien, naar huis lopend, door het bos, hoe mij dat vitaliseerde. En nou ja, dus dat was een soort vraag die in me leefde. Van, goh, waardoor zou dat nou komen? Nou, is dat je wel iets ervaart van dat de natuur ook nog redelijk gezond is daar. Het was zo dat Derk en Martiniek Bierman nog een biologisch dynamische landbouwcursus aanboden. En daar ben ik aan mee gaan doen. En
Nou ja, daar heb ik gemerkt, dus twee beelden die in eerste instantie heel erg bij mij binnenkwamen. En dat is om te beginnen het beeld van de koeien met hoorns. Er wordt letterlijk gevraagd eigenlijk, vraagt u zich wel eens af waarom koeien horens hebben? En er wordt dan zo beschreven dat dat de plek is waar de hoorns zitten, waarbij de krachten van, de levenskrachten en de krachten van de planetenwereld juist terug of doorwerken naar binnen toe in de stofwisseling van de koe, om daar eigenlijk te vitaliseren. En dat die hoorns daar ook zijn, dat het ook vanuit de voeding natuurlijk wat er opgenomen wordt door de koeien, dat dat niet weer naar buiten straalt, maar ook naar binnen werkend blijft. En nou ja, daar loop je dan zo mee rond met zo'n verhaal. En hoe kan je dat nou begrijpen? En nou, dat kon ik niet zomaar begrijpen. Maar toen was in diezelfde tijd was er een expositie of een tentoonstelling over de goden van Egypte. En daar ging ik naartoe. En daar trof ik in de vitrine deze prachtige koe met een zonneschijf. En nou ja, die mooie, het zijn pauwenveren, ik zal er zoiets over zeggen. Geribbelde dwarsstreepjes. En nou ja, dat sloeg echt naar binnen. Zo van, goh, hier zie je eigenlijk iets wat beschreven wordt in de landbouwcursus. Dus dat in die koeienhoorns eigenlijk die zonneschijf. En de twee gedeeltes van die streepjes, dat heb ik me laten vertellen door een Egyptologe, dat zijn twee pauwenveren eigenlijk. En die pauwenveren staan voor de godin Maat. En die zorgt eigenlijk voor het behoud van de kosmische orde en de vruchtbaarheid. En de koe zelf staat voor de godin Hathor. En die godin is de godin van de liefde en de vruchtbaarheid ook en het plezier. Maar het is eigenlijk, ja, of hoe ze ook heten, en ze staan natuurlijk ergens voor. Maar vooral het beeld van die koeienhoorns met daartussen die zon en die, nou ja, die kosmische orde, zeg maar. Nou ja, dat je ineens iets te pakken krijgt van, goh, die kosmos die werkt dus ook, natuurlijk, hè, die is met zijn krachten werkzaam in de gewassen, maar die koeienhoorns die verzorgen daar iets om die kosmische krachten en de levenskrachten naar binnen te laten stralen en wat vooral ook door de voeding opgenomen wordt, niet meer naar buiten te laten stralen. Dus dat wordt behouden voor die koe. En dat scheidt hij natuurlijk ook uit in de mest. De koeienvlaaien die weer als mest gebruikt worden, en daar zitten die krachten ook nog volop in. En dan is het natuurlijk bijzonder om te bedenken dat die koeienhoorns ook weer voor de preparaten gebruikt worden. En rond Michael worden de koeienhoorns gevuld met de verse mest. En die gaan dan vervolgens de grond in. En dus dat beeld weer van die hoorns die daar dus een bepaalde functie hebben. Die verse mest die daarin gestopt wordt, die krachten hebben opgenomen, die levenskrachten en die krachten van de kosmos, die gaan daar de grond in om eigenlijk het anorganische te overwinnen. En ik kan er echt zo enthousiast voor worden, want het is zo'n mooi beeld. En tegen Pasen wordt het dan weer tevoorschijn gehaald. En worden de hoorns weer leeggemaakt en wordt de substantie in water geroerd en wordt verspreid over het land. En ik lees dan dat het spuitpreparaat is, maar wij liepen dan met een borstel, met een emmer, om het eigenlijk zo over het land uit te spreiden. En ja, je voelt je bijna een priester die het land aan het zegenen is. Maar dat beeld dus van die, dat je iets meer gevoel krijgt voor hoe je werkt aan vitaliteit in de grond. En hoe belangrijk die koeienhoorns daarbij zijn. Dus dat is een van de dingen. Het andere beeld is de mediterende boer. En daarom zeg ik ook, ik vind het zo jammer dat Guus er niet bij is. Want laatst stond ik ga nogal eens met Guus praten in de stal, 's ochtends vroeg als die aan melken is.
En toen hadden we het over dit beeld, prachtig beeld hè, van Van Gogh. Dit is natuurlijk de zaaier, maar de boer die over zijn land wandelt. Overigens ook weer zo'n mooie zonneschijf. De levenskrachten die in het beeld ook naar voren komt. Maar ik praat dus nogal eens met Guus 's ochtends in de stal. En we hadden het over zo de boer die zo mijmerend, mediterend, langs zijn velden loopt, langs zijn landerijen loopt, langs zijn koeien loopt. Ja, zegt Guus, eigenlijk doe ik dat ook. Hij was het zich helemaal niet zo bewust. En hoe hij dan inderdaad waarneemt als er iets met de kudde is, als er iets met een koe is, als er iets op het land is. En dat zijn niet alleen maar zo de fysieke dingen van een omheining die niet meer recht overeind staat. Maar dat zijn waarnemingen die, doordat je zo verbonden bent met je land en je koeien, zijn dat waarnemingen die op een andere manier doorwerken en die je eigenlijk de ingeving geven van God, er moet iets gebeuren. En dan kan je dat gaan proberen en natuurlijk ook bekijken of dat dan het goede is wat je doet. En ook daar eigenlijk die mediterende boer die op een bepaalde manier daar met zijn land verbonden is en bijdraagt aan de ontwikkeling en de groei van dat land door daar op een bepaalde manier rond te lopen. En nou, Edith Lammerts van Buren schreef het ook zo mooi hè, in de motief van september. Misschien wel bijdraagt ook aan de groei van natuurwezens, die natuurlijk ook allemaal verbonden zijn met de gewassen en de aarde en de grond. En dus dat is nog zo'n beeld waarvan ik dacht, die twee beelden, dan kan ik iets meer gaan begrijpen van dat als je daar zo loopt tussen die velden, dat dat iets met mij doet. En met mijn vitaliteit. En dat het niet alleen maar een natuur is die van zich uit misschien nog gezond is. Maar dat het letterlijk ook komt doordat daar mensen zijn die die grond bewerken op een bepaalde manier. Die dus werken met die preparaten om die grond levendig te houden. Zo levendig mogelijk. En dat beeld hè, om dat anorganische te overwinnen. Dus die twee beelden en het belang van dat dus grond op een bepaalde manier bewerkt kan worden, om de aarde dus op die manier ook levendig in stand te houden, dat roept dan natuurlijk op hoe belangrijk het is dat die gronden ook behouden kunnen blijven worden. Dus door je daar zo in te verdiepen en met grondbeheer ook veel over te praten, en voor ons dan nu inmiddels al 20 hectare eigenlijk geborgd zijn voor de toekomst. Om dat op deze manier te kunnen blijven bewerken. En dus die vitaliteit ook te verzorgen. Dan wordt het natuurlijk begrijpelijk dat je dat graag met een BD-grondbeheer wil doen. Omdat dat dus juist de mogelijkheid biedt om die grond dan ook voor ons te kunnen blijven bewerken. En ik heb er ook aan ervaren hoe belangrijk het eigenlijk is dat je dat niet per se allemaal zelf hoeft te hebben. Want het was natuurlijk een vraag ook met de 3 hectare van de Vijfsprong zelf. Dat is dan een bezit van de Vijfsprong. Het zat eigenlijk in een beheerstichting en Urtica had dan 1 hectare in zijn bezit. Maar ja, wat zegt dat nou? Hè? En wat biedt dat voor de toekomst als je bedenkt dat de zorgwereld heel grillig is? We hebben er de voorbeelden van bedrijven die omvallen. En vervolgens, als er al grond is dan bij zo'n bedrijf, zo'n zorgboerderij, dat de grond vooral het eerste is wat veel geld oplevert. En als je niet uitkijkt, dus ook wegvalt voor de BD-landbouw. Dus ook van daaruit merkten we steeds meer van het is eigenlijk vooral ook beter om die grond naar iets door te schenken wat het in beheer heeft en wat zorgt dat wij het vooral goed kunnen bewerken. Maar dat is niet het enige, want door de campagne die dan start om die grond ook weer vrij te maken, hadden we een enorme toeloop direct van heel veel mensen die klaarblijkelijk het heel belangrijk vinden dat een bedrijf als de Vijfsprong, dat een bedrijf als Urtica bestaat. En
Nou ja, Kees zei het net al, er is al behoorlijk wat bijgedragen. En ik vroeg me dus af van, god, dat zijn heel veel mensen die dat dus belangrijk vinden. En dat zijn mensen die niet zomaar zichtbaar zijn. En kunnen we niet iets met die mensen doen? Het eerste was natuurlijk, wat kan je de mensen in, voor wat zij schenken toch ook weer iets terugschenken? Nou, daar is de zintuigwandeling uit ontstaan. Wij mensen hebben geen hoorns, we hebben wel zintuigen. En met die zintuigen nemen we de buitenwereld waar, nemen we mee naar binnen, kunnen er iets aan ervaren en kunnen er zin aan gaan ontlenen. En nou, het is een hele mooie wandeling geworden, die precies zo om de boerderij heen gaat. En helemaal door het land en langs het land, wat dus ook zo bewerkt wordt door ons. En nou ja, dus dat we dachten van, goh, dat is iets wat we de mensen terug kunnen schenken. Maar dat is één ding. Het andere was dat ik dacht, en dat is tot op heden nog niet tot stand gekomen, ook door de coronatijd, van dit is eigenlijk zo'n groep mensen die iets zo belangrijk vindt, dat is eigenlijk een enorme sociale impuls. En kan je dat niet verder gebruiken en uitwerken? En kunnen we die mensen niet uitnodigen bij ons op het bedrijf en daar iets voor verzorgen een dag? En kunnen we met elkaar niet gaan kijken hoe kunnen we verbonden zijn en blijven met elkaar? En kunnen ook deze mensen meer verantwoordelijkheid misschien, als ze dat willen, dragen voor deze bedrijven? En daar zelf dus ook hun bijdrage aan kunnen leveren? Gewoon vanuit een eigen verantwoordelijkheid en een eigenheid, die misschien wel kan leiden tot een hele andere manier van werken met elkaar. En waarbij wellicht ook de mensen die dit belangrijk vinden, nou ja, ook veel meer vanuit die verantwoordelijkheid een inbreng kunnen hebben bij hoe een bedrijf zich ontwikkelt. Nou, dat staat dus nog een beetje in de kinderschoenen, want dat is stil komen te liggen. Een ander iets is wat we wel aan doen zijn, want dat verbaast mij ook iedere keer wel. We hebben vrij veel kleine boerderijtjes in de omgeving. BD-boeren, maar ook biologische boeren, tuinbouwers. En er wordt wel enigszins samengewerkt, maar zou je niet toch nog veel meer samen kunnen werken met elkaar? Om juist ook die grond weer, in samenhang dan dus met een BD-grondbeheer, nou ja, nog een veel groter gebied vrij te kunnen maken om op deze manier te kunnen bewerken. En ik denk, daar zijn we net mee begonnen om dat te onderzoeken. En nou ja, we hebben eigenlijk al twee hele positieve reacties. En dat zijn natuurlijk niet allemaal gelijk hele grote bedrijven, dat hoeft ook niet. Ik denk dat juist het kleine en het beginnen in het kleine heel belangrijk is. Maar wat in ieder geval voor de toekomst dus nou ja, veel in zich kan dragen. En ik denk ook dit weer in deze tijd, die zoveel op een bepaalde manier ook van ons sociale vermogen vraagt. Juist hè, met de corona en nou ja, de omgang met mensen. Maar ook natuurlijk de omgang met de aarde. Dat nou ja, een enorme winst kan zijn om met elkaar op een andere manier daarnaar te gaan kijken. Ik had er straks eigenlijk, en zo gaat dat dan natuurlijk als je bezig bent, eigenlijk met het laatste gedeelte van onze grondsteenspreuk willen beginnen. Ik ga dat nu alsnog, ga ik dat even voorlezen. En dat is ook helemaal niet erg, want daar staan eigenlijk twee dingen in waarvan ik denk dat die juist voor die toekomst weer ook heel belangrijk zijn. De eigen verantwoordelijkheid en het zich naar het eigen wezen ontwikkelen. Dus dit is onze laatste strofe van de grondsteenspreuk, die natuurlijk toen Dirk destijds met de andere mensen het bedrijf op zijn geboortegrond begonnen zijn, een grondsteenspreuk hebben gemaakt. En dit is de laatste strofe. Laat wat hier staat de basis zijn van waaruit wij mensen onze verantwoordelijkheid voor de aarde zo in daden kunnen omzetten, dat al wat is verzorgd wordt en gestimuleerd wordt zich naar zijn wezen te ontwikkelen. Ja, ik denk dat hier iets heel belangrijks in verwoord wordt, wat we bij Urtica de Vijfsprong proberen waar te maken.
maar wat denk ik ook vraagt naar de toekomst toe om verbreed te worden. En ik denk dus dat het heel belangrijk is als jullie zin hebben om die zintuigwandeling te komen doen en bij ons bedrijf te komen kijken en ook iedereen die daar, nou ja, in, vanuit dit verhaal iets voor voelt om te willen bijdragen, zich te melden, zodat we met elkaar verder kunnen onderzoeken hoe we dat dan vorm en gestalte kunnen geven. Iemand die daar, en dat vind ik toch mooi om te noemen, omdat het is niet alleen bij BD-bedrijven of het is breed in de wereld duidelijk dat er iets anders moet gebeuren. En ieder mens doet dat dus op zijn eigen manier. En Antje Krog, een dichteres, een Zuid-Afrikaanse dichteres, heeft zelfs een mis voor het universum, voor de aarde geschreven. Michel, zou je dat plaatje even willen? Dan kan men even dat boekje zien. Het heet Broze Aarde. En nou ja, je ziet het niet heel goed, maar ik heb het boekje hier. En het heeft dus in die O, dat is een glanzende zon, ook weer. Dus de zon gaat er hier in alle verhalen als een leidraad doorheen. En Broze Aarde is een mis voor het universum, een oproep aan de mens tot nederigheid en verbondenheid met de aarde en alles wat daarop leeft. Ik ben de bedelaar, ik praat leels, ik sneeuw, ik ben de boom waar de zaag tegen schreeuwt. Een stukje uit een van haar gedichten, waaruit zij zich inleeft in al die delen en samenhang van de natuur en ook wij als mens dus onderdeel van zijn. Nou ja, en dat is iets wat we dus in Urtica de Vijfsprong proberen te leven. Dat wat in de BD-landbouw gebeurt, het zorgen voor aarde, plant en dier, dat we dat ook op die manier doen voor mensen die meer kwetsbaar zijn. Maar het gaat niet alleen om die mensen die kwetsbaar zijn. Die hebben natuurlijk iets anders nodig. Maar het gaat ook om dat we dat doen met onze medewerkers, met elkaar. Nou ja, naar een toekomst waarin niet meer het eigene direct voorop staat, maar juist datgene wat de ander nodig heeft. En Antje Krog begint haar mis met een begroeting en dan vraagt ze eigenlijk, hoe kunnen wij zorgen voor de aarde als wij niet zorgen voor elkaar? Hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet zorgen voor de aarde? Daarmee wilde ik het besluiten. Dankjewel Astrid voor dit prachtige verhaal. Prachtig. Dankjewel. Luc, ben jij gereed om ons naar het volgende onderwerp te geleiden? Jazeker, dankjewel. Iedereen tot nu ver ook heel hartelijk bedankt voor dat we hier met elkaar kunnen zitten. Het is al genoemd, ik had eigenlijk hier gezellig willen kletsen met Guus. Dat zou ook wat doen aan de afwezigheid van de boeren onder de sprekers. Gelukkig heeft Maria Inkman als boerin ook wat gezegd. Want eigenlijk kan dat niet, hè? Dat al die bedweters maar praten over hoe het met de landbouw moet. Ik heb als onderwerp de compost en eigenlijk ook het wat dat als metafoor voor het denken of de begripvorming kan zijn. En dan denk ik, ja, daar mag ik wel over praten. Dus dat ga ik nu met u doen. Ik wil een stukje voorlezen en als een soort voorbeeld van iets waar je over na zou kunnen denken. Dit is ontstaan in de laatste bijeenkomst van beroepsontwikkeling, waar we ook over de onmogelijkheid om in levende lijven bij elkaar te komen, over de intervisiegroepen van boeren die wel of niet doorgaan, et cetera. En toen werd er onder andere dit bij elkaar gedacht. Bij planten en dieren beschouwen we ziekte in de BD-landbouw als het laatste stadium van een geheel van samenhangen die ergens ongezond is. Een plant of een dier
moet zodanig ondersteund of ingebed zijn in de omgeving, dat het met zijn eigen weerbaarheid gezond kan blijven. In een gezonde bodem, een gezonde boerderij. In de maatschappij zijn we nu alleen op het laatste stadium gefixeerd, waarin het organisme niet meer in staat is zichzelf bijeen te houden. Alles draait in de buitenwereld om infectie te voorkomen. Maar weerbaarheid of veerkracht komt uit samenhang binnen het organisme en binnen de samenleving. Dat is een voorbeeld van iets waar je verder over zou kunnen nadenken. En waar je misschien ook over zou kunnen verzinnen van hoe zou ik dat handen en voeten kunnen geven? En ik wil u uitnodigen om nu even een minuutje tijd te nemen, misschien 2 minuten, om voor uzelf eens een vraag op te schrijven waarvan je zegt, ja, daar zou ik eigenlijk eens iets mee moeten doen, of daar zou ik eigenlijk eens iets meer van moeten begrijpen. Dus ik zou zeggen, pak een pen en een papier, haal het even uit de kast, dan hoef je ook niet de hele tijd zo stil voor het apparaat te zitten. En ga eens even bij jezelf na, wat is voor mij eigenlijk nu een prangende vraag? Nou ben ik klaar, maar dan denk ik altijd meteen, dan zal iedereen wel klaar zijn. Maar misschien is dat niet zo. Even voor ook voor de zekerheid, het is een vraag voor jezelf. Hè? We kijken er straks wel naar terug, maar dan kijk je ook weer zelf naar je eigen vraag. Dat mag gewoon privé blijven voor nu. En ik merk ook dat ik iets vergeten was te zeggen. Er staat bij mijn naam Luc Ambachts, BD-vereniging. Daar werk ik ook voor natuurlijk. Maar ik wil benadrukken dat ik vanavond spreek als lid van de vereniging. Ik ben gewoon één van die eigenwijze mensen die vindt dat het allemaal anders moet. En daar mijn opvattingen over heb, daar zal ik ook over vertellen. En mijn achtergronden over heb, daar zal ik ook over vertellen. Maar misschien vindt u dat allemaal veel te ver of te dwaas. En dan is goed om te bedenken, dat is niet een standpunt van de BD-vereniging, maar dat is Luc die dat zegt. En dan is er nog iets. Dit stuk is een ode aan Derk. En dat vraagt er ook om dat ik toch kort even Derk introduceer voor degenen die hem niet kennen. Hij is jarenlang bij de BD-vereniging betrokken geweest. Ook als bestuurslid. En het opmerkelijke van Derk, dat was, vond ik, dat hij zich zo kon richten. Hij kon kijken in de omgeving van, hey, wat is er eigenlijk aan de hand op het moment? Wat zie ik wat goed gaat? Wat zie ik wat niet zo goed gaat? En wat vraagt het eigenlijk om te doen?
En zo was Derk eigenlijk altijd met één, niet zo heel veel meer. Hij kon zich heel goed daarop richten. Hij was hier met een initiatief bezig. En vlak voor die dood ging, was hij begonnen het belang in te zien van compost. Vanuit de opvatting ook van, hey, er zijn eigenlijk heel veel boeren die niet goed weten hoe dat moet. Compost maken, mest laten composteren, compost uit natuurgebieden halen. En daar is eigenlijk zo ongelooflijk veel goeds mee te doen. Hij heeft toen een begin gemaakt met een, ook voor de vijfsprong, een plan te maken voor, in samenwerking met bedrijven en instellingen uit de buurt. Om stromen organisch materiaal uit natuurgebieden gezamenlijk te composteren en dat voor de verschillende boerderijen beschikbaar te gaan brengen. En de vijfsprong is ook nu weer bezig om dat plan op te pakken. En vandaar dus, als we een ode brengen aan Derk, dan doen we dat eigenlijk niet beter dan door eens te kijken van die compost waar hij nou zo mee bezig was, wat is dat eigenlijk? En Michel, dit is een mooi moment om het filmpje van de stal van de vijfsprong te laten zien. Het is maar een heel kort filmpje. Dat komt als in beeld nu. En daar zie je dat ze op de vijfsprong een aparte stal hebben. Dat is een hele grote berg mest waar die koeien op lopen. Ze kunnen er ook op liggen. Het is lekker warm, want dat is ondertussen een beetje aan het verteren. Wordt iedere dag opgestrooid, zodat ze daar ook schoon blijven als ze daar liggen. En met dat over die heuvel met mest te lopen, die verterende mest, trappen ze die mest ook opzij. En daar wordt dan elke dag een stuk afgemest. Dat wordt op, je ziet hier, het is best een heel pakket wat dat allemaal bij elkaar wordt. Maar wat er zo van de zijkant afgetrapt wordt, dat wordt dan bij elkaar gebracht. En daar hebben we dan de al enigszins verteerde mest. Mest en stro, dat is een hele goede combinatie, want dan heb je het koolstofrijke stro en de stikstofrijke mest. En in de goede verhouding verteert dat heel goed. En in dat verteren, daar gebeurt eigenlijk iets heel moois, omdat dat zo'n proces is met verschillende fases. Iedereen die zelf een keer gelukt is om een goede composthoop op te zetten, die weet dat ook. Als je zo'n hoop organisch materiaal bij elkaar brengt, dan begint dat warm te worden. Dat gaat broeien. Dat wordt heet. Dat kan wel 60 graden worden of nog warmer. En dat is natuurlijk, daar begint het vakmanschap van de boer. Niet te heet, niet te koud. En na die vuurfase merk je dat die hoop gaat dampen. Dan krijg je echt een uitwisseling en dat vraagt weer op vakmanschap. Want als die te veel dampt, dan verdwijnt in de vorm van stikstof, ammoniak en nitraat, dan verdwijnt de stikstof uit de hoop. En dat wil je natuurlijk niet. Maar als die niet gaat dampen, als die luchtfase er niet komt, dan zet die vertering niet door. En als die vertering wel goed gaat, dan begint al dat spul, dat begint uiteindelijk zo slijmerig te worden. En dat zou je de waterfase kunnen noemen. En als je hem dan lang genoeg laat liggen, dan heb je op het eind hele kruimelige aarde. En dan is dat dood geworden plantenmateriaal, wat eventueel door de koe heen is gegaan, dat is door zo'n vuur, lucht, water, fase en uiteindelijk is dat aarde geworden. En die aarde die die compost wordt, die heeft iets speciaals. Want aan de ene kant zeg je dat is aarde. He, dus je kunt ook wel zeggen van ja, wacht eens even, als die helemaal verteerd is, dan heb je er in de tuin niet meer zoveel aan. Want dan, ja, dan wordt wel de waterhoudend vermogen verbeterd. Maar voor de planten is het dan niet meer zo direct. Dat drijvende wat de mest kan hebben, is er dan helemaal uit.
je hebt eigenlijk dode aarde. Oh, wacht even. Maar dat is niet het goede beeld. Want dat is zulk mooi kruimelig spul. Dat is eigenlijk levende aarde. En daarmee is dus door dat composteren iets heel nieuws gemaakt. En daarom is door dat composteren eigenlijk een soort wonder gebeurd. En we weten in de biologisch dynamische landbouw kunnen we dus dat wat we door die vier elementenfases laten gaan, dat kunnen we ook nog met de preparaten eigenlijk hele speciale impulsen geven. En dan zijn er wel mensen die zeggen, ja, dat is eigenlijk de verbinding of de invloed van de planeten ook daar een ankerpunt geven met de compostpreparaten. En je zou nog verder kunnen gaan. Je zou ook kunnen zeggen van, hey, hoe is dat nou eigenlijk met de dierenriem? Is nou eigenlijk niet als ik die compost op een bepaald moment gebruik, dan heb ik toch ook een bepaalde invloed uit de dierenriem die ik gebruik. En in dat verband, we kennen natuurlijk allemaal de zaaikalender van Maria Toen. Mensen die hem gebruiken, mensen die erop afgeven. Maar voor mij was het altijd erg overtuigend toen ik iemand ontmoette die zei van, ja, ik hoef niet in die kalender te kijken, want ik kan gewoon voelen in welk sterrenbeeld de maan staat. Maar er is nog iets veel groters dan de maan en dat is de zon. En die zon, die geeft ook steeds een impuls vanuit een bepaald sterrenbeeld. Alleen waarbij de maan elke 3 dagen ongeveer verandert en daar dus een hele snelle dynamiek is van hey, het ene sterrenbeeld, het andere sterrenbeeld, een volgend sterrenbeeld, heb je het als je het over de invloed van de zon en de dierenriem hebt, dan heb je het over maanden. En het is goed om daar eens met oude boeren over te praten en ook met de BD-boeren die zich daar speciaal voor interesseren, om het dan eens te hebben van, ja, hoe is dat nou eigenlijk? Mest je in het voorjaar of in het najaar? En als je in het najaar mest, doe je dat dan zo'n beetje in december of doe je dat in oktober? En wat maakt dat uit? En doe je dat voor het ene gewas nog weer anders dan voor het andere gewas? Want dat is die invloed van die zonnedierenriem. En als je er echt heel veel over wil weten en niet uitgepraat raakt, ga dan naar Hans Bruinsma. Die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Die heeft ook hele stringente opvattingen en ervaringen mee. En die zegt van ja, dus die dierenring, je kan wel de maankalender volgen, maar volg ook vooral de zonnekalender. Ja, en dan kom ik eigenlijk op een punt waarop ik een beetje dilettantisch wordt. Want dan wil ik per se iets zeggen. En eerlijk gezegd moet ik bekennen, dat weet ik wel en dat heb ik wel gehoord, maar dat heb ik nog niet voldoende verteerd. Dat kan ik nog niet zo zeggen van dat echt helemaal direct overtuigend klinkt, denk ik. En dat is namelijk, ik zei net al van, ja, je hebt die compost, wat dan aarde is, en aarde is toch eigenlijk dood, en als dat helemaal veraard is, de Eckhart Wroblewski, die zei eigenlijk van, ja, dat is na een jaar niet klaar. Je moet dat eigenlijk 12 jaar laten liggen. En dan heb je eigenlijk ook nog een jaar nodig om het op gang te laten komen. Je moet het 13 jaar laten liggen. En hij vertelde over een tuin waar hij zelf had gewerkt, gewoon een tuin waar het ook om de productie ging. En hij vertelde, daar was meer dan de helft van het oppervlak van die tuin was in gebruik als composthopen, als plek voor de compost. Zo kun je daar ook mee omgaan. Je zegt van, ja, dat is speciaal spul. Dat moeten we goed en zorgvuldig en ook op heel veel verschillende manieren doen. Maar dus die aarde die ook levende aarde is, ja, bij die tegenstelling van het leven en de dood.
daar kan ik alleen maar bij aan Christus denken. En in die compost heb je eigenlijk ook een beeld van wat Christus met de aarde doet. En nu heb ik staan, nu ben ik ongeveer op de helft. Nou, qua tijd past dat mooi uit. Ik had het eerst uitgeschreven en toen dacht ik, ik moet het een beetje inkorten. Het was eerst één pagina, toen ging ik het inkorten. Nu zijn het 3 pagina's, maar ik denk dat we er komen. En die vraag die u op hebt geschreven, daar komen we zo meteen op terug. Want nu we de compost hebben gehad, en daar zo een beetje over hebben kunnen mijmeren, en dat proces van dat aarde worden, van dat verteren, als het ware, hebben gekauwd. Nu kunnen we naar het andere deel gaan, die begripsvorming. En als switch wil ik even een klein stukje tekst uit de Filosofie der Vrijheid lezen, in een vrije vertaling. Leven in de liefde tot het handelen en laten leven met begrip voor de wil van de ander. Dat is de basishouding voor de vrije mens. Ik mag dit zo aanhalen. Ik vind het natuurlijk heel toepasselijk voor wat zo meteen komt. Maar ook omdat ik weet, dat was een spreuk waar Dirk van hield. Hij had ook ergens een poster staan waar die spreuk op stond. Leven in de liefde tot het handelen en laten leven met begrip voor de wil van de ander. En dat heeft ook een beetje met het gebruik van die compost en het gebruik van mest in de biologisch dynamische landbouw te maken. Wij willen geen mest die de wil van een fanatieke boer oplegt aan de planten. Wij willen geen drijvende mest. Vandaar die compost die in dat verteringsproces die werking die daarvan uit kan gaan van al dat organisch materiaal, als het ware getemperd heeft. En daar een vorm aan geeft die in een zekere vrijheid door de planten benaderd kan worden. En dat lees je dus eigenlijk in deze spreuk. Met begrip voor de wil van de ander. Met begrip voor wat die plant eigenlijk wil. Hoe die gezond kan groeien. Niet opgejaagd of in een bepaalde hoek gedwongen. En daar heeft Dirk zelf ook iets over gezegd. In zijn interview in het boek Barsters vol Leven. Dat sluit hij zo af. Net zoals gangbare landbouwgronden overstelpt worden met voedingsstoffen, zo worden mensen in onze westerse samenleving ook behoorlijk bestormd met informatie en adviezen over hoe te leven en wat te doen. Aan de andere kant worden we juist weinig uitgenodigd om onze eigen ervaringen goed te verteren, om van daaruit een eigen weg uit te stippelen. Mijn ervaring is dat het op jezelf toepassen van de principes van het composteren een van de betere cursussen is die je kunt doen op dit gebied. Dus samenvattend gezegd, Dirk zegt in dat interview, als je iets wil doen om je eigen ervaringen te verteren en om te gaan met al die informatie en al die adviezen die je over je heen kunt krijgen, al die opvattingen en meningen ook, ga dan eens na wat dat composteerproces eigenlijk is. En wat je daarmee zou kunnen doen. En dan wil ik je uitnodigen om die vraag die je opgeschreven hebt eens even voor je te pakken. En dan
die fases van de composthoop, dan kan je eens bedenken van, hey, waar zit mijn enthousiasme voor deze vraag? Is dat een vraag die alleen maar een probleem is? Of kan ik hem zo bekijken dat ik zeg van, maar dat is gaaf om iets mee te gaan doen. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dat is verbazend ingewikkeld, of dat vraagt nogal iets van mijzelf. Maar het is eigenlijk heel erg mollig om daarmee aan de gang te gaan. Ik voel dat ik die vraag echt beet wil pakken. Kan ik het vuur in die vraag brengen? In dat vraagstuk wat ik voor me heb. En dan kan ik er een luchtfase van maken. Kan ik dat wat misschien zwaar, moeilijk, moeite is, kan ik dat ook brengen in iets van, het is eigenlijk wel grappig. Of ik kan er ook precies het tegengestelde doen. Dat werpt er misschien een heel ander licht op. Kan ik er een uitwisseling mee maken? Met een andere vraag of met iemand anders? Dan kom ik al bijna in de waterfase. Dat ik het in beweging breng. Wie heeft nog meer die vraag? Waar zou ik hem naartoe kunnen laten stromen? Waar stroom ik naartoe? Waar brengt hij mij op pad? En als ik dat maar een tijd doe, dan kom ik misschien op dat die vraag echt in mij gaat leven. Dat ik er iets mee ga doen. Dat ik hem ga begrijpen. Dat ik de diepte van de vraag ontdek. En ik zou ook kunnen bedenken, zou ik die vraag met die planeten in de verband kunnen brengen? Wat zijn eigenlijk de preparaten voor deze vraag? Zou ik kunnen vragen aan andere mensen wat die vraag eigenlijk voor hun betekent? Zodat er een ander licht op schijnt. En als ik denk aan de dierenriem, dan gaat het er eigenlijk om dat ik uit 12 verschillende richtingen naar die vraag ga kijken. Dat ik bedenk, als ik nou een realist zou zijn, wat zou die vraag dan voor mij betekenen? En als ik een idealist zou zijn, wat zou die vraag dan voor mij betekenen? En als ik een materialist ben, hoe ziet die vraag er dan uit? En als ik een spiritueel mens ben, hoe ziet die vraag er dan uit? Verandert die dan? En wat als het er dat allemaal een beetje tussenin zit? Een beetje spiritueel, een beetje materialist, een beetje idealist, een beetje realist. Hoe kan die vraag dan anders gaan klinken? En dan kan het gebeuren dat je door zo'n vraag dat je eigenlijk heel anders met die vraag dat je heel iets anders met die vraag gaat doen. Want als je die vraag echt gaat begrijpen wat daarin zit. Ik had een vraag. Jullie hoeven niet te vertellen. Ik ga hem zelf ook niet vertellen. Maar ik had een vraag en daar heb ik met mensen heel lang over gesproken. En daardoor is eigenlijk het probleem wat in die vraag lag, helemaal verlegd naar een andere plek. Er is ook duidelijker geworden wat ik zelf met die vraag moet doen. Wat die vraag eigenlijk van mij vraagt. En dan merk ik, oh ja, ik heb eigenlijk een begrip gekregen wat eerst alleen maar een vraagstuk was, dat is langzaam gerijpt tot begrip. Ben er nog niet helemaal, want dan zou ik het ook echt moeten kunnen samenvatten. Maar ik weet wel op welke weg ik mij bevind. Want dat begrip, dat is de volmaking van de werkelijkheid. En dat begrip is de voorbereiding
om als mens in een situatie vrij te kunnen staan. En dat vrij in een situatie staan, dat biedt de ruimte om een onverwachte ingeving te krijgen. Een intuïtieve daad te doen. En een intuïtieve daad doen, dat wil zeggen dat je iets doet wat helemaal in overeenstemming is met dat wat je tegenover je hebt. Dat is een daad die is zo liefdevol als die rijpe, levende, dode aarde. In deze turbulente tijden vertelde een vrouw, Lori Lett, hoe de geestelijke wezens die bij ons zijn en ons nabij zijn, ons staan aan te moedigen. Die staan te roepen, yes, hou vol, je kunt het doen, je gaat je lukken, je bent al een heel eind, ga zo door, hou vol, geef het niet op. Daar staan ze ons aan te moedigen. Of het ons lukt, of we afscheid kunnen nemen van onze oude wrok, van onze teleurstellingen, onze mislukkingen. Om zo dicht bij onszelf te komen, dat we in staat zijn om het even welke vraag, om het even welke situatie, liefdevol tegemoet te treden. Leven in liefde tot handelen en laten leven met begrip voor wat de ander wil. En als het lukt om dat in je werk te verankeren, in je relatie met de mensen om je heen, met je collega's, met je familie, als de manier waarop de organisatie waar je werkt, zo georganiseerd is dat hij dat mogelijk maakt, ja zelfs stimuleert, dan hoeft er niemand weg. Dan hoef je niemand te ontslaan. Dan ervaren we dat de Vader de wereld geschapen heeft, dat de Zoon zich met die wereld heeft verbonden en zich ook met ieder van ons heeft verbonden, opdat hoe wij de wereld begrijpen, hoe de geest een heilige, dat wil zeggen een helende geest is. En dan zal de moeder aarde ons vreugdevol dragen. En toveren wij de allermooiste rozenblosjes op haar wangen. In ons begrip van de wereld. Leven in liefde tot het handelen. En laten leven met begrip voor wat de ander wil. Dat is precies wat de compost ons laat zien. En als die nou meegeluisterd heeft. En als die wat kan zeggen. Dan hoor je nu Derks stem. En die zegt, ja, precies. Ik wil in deze ode aan Derk, Derk bedanken. Derk, bedankt voor wat ik van jou, met jou en vooral wat ik aan jou heb mogen leren. Dat was het. Dankjewel, Luc, voor deze prachtige woorden. Ik herinner me ook dat we samen het optreden van Derk meegemaakt hebben op de Kraaibekerhof, waar hij zijn leerstuk van de compost ons heeft verteld. En ik herinner me nog dat hij daar met die
vellen in zijn hand stond en toen die prachtige woorden van zijn opening waren: je kan het verbranden, je kan het laten verrotten of je kan het verteren. En ik heb dat inderdaad al die tijd met me mee mogen dragen. En ik ben blij dat je op deze wijze nog even het op een veel mooiere manier bij ons terugbrengt. Dank je wel daarvoor. Ja, Astrid, Luc is doorgegaan en ze hoorden het ook. Jij ook, dank. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers als ik eraan denk dat jij elke morgen zo'n mooie wandeling mag maken door de velden tussen je huisje naar je werk. En ik moet heel vaak reizen voor mijn werk, ook te veel in vliegtuigen zitten, maar dat hoeft niet meer sinds 12 maart. Dus ik mag dan ook elke morgen eerst wandelen door het bos en dan pas aan het werk gaan. Dat geeft het ons in ieder geval wel. Dus dat zijn de goede dingen waar ook Luca refereerde. Dank voor deze bijdrage. Ik moet bekennen dat ik wist niet wat ik ervan moest verwachten toen we met elkaar dit experiment aangingen. Ik ben blij verrast hoe dit eigenlijk kan en hoe goed het althans bij mij overkomt, wat ik van jullie heb mogen meenemen en horen en leren. Ik kijk even naar mijn co-voorzitter, Maria Inkman. Maria, wil jij er nog iets aan toevoegen? Ik heb op de chat zitten kijken of er nog vragen zijn. Ik kijk naar Nina, volgens mij niet. We hebben nog wat tijd, dus je mag nog vragen inkloppen. Nina, dan zien we die hier komen. Maria, wou je nog wat woorden daar hieraan toevoegen? Ik heb nu ook een heleboel gehoord wat ik zelf nog moet verteren. Ik zou nu niet zo gauw iets daaraan toe kunnen voegen. Oké. Nou, dan zijn wij mooi op tijd. Ik ben voor mij omdat ik boerin ben en met de aarde te maken heb constant. Heel goed, dankjewel. Nou, dan voor dit moment is het dit dan, denk ik. Michel, ontzettend bedankt voor jouw hulp en het team. De Antroposofische Vereniging die dit mogelijk heeft gemaakt dat we hier gebruik van mochten maken. Ik heb het idee dat er nog ook zeker vanuit de stappen die de BD-vereniging en BD Grondbeheer gaan nemen veel behoefte is om daar meer over te gaan communiceren. En ik denk dat we met onze collega's daarover gaan praten hoe we dat, als het op deze wijze goed kan, hoe we daar meer en makkelijker ook gebruik van kunnen gaan maken. Dank dat u bij ons wilde zijn. Ik zie de teller iedere keer heeft heel lang op 100 gestaan. We zijn inmiddels iets gedaald, maar fantastisch dat er zoveel mensen mee hebben willen luisteren. Dank je wel. Misschien, maar Michel, nog iets ter afsluiting? Een weinig, Kees. Jullie heel hartelijk bedankt, Kees, Maria, Astrid, Luc. Dit speciale webinar van BD Grondbeheer, de BD-vereniging en de Antroposofische Vereniging kunnen we hiermee afronden. Rechtsonder ziet u de knop Leave. Als u daarop klikt, dan verlaat u dit webinar en dan gaan we dit op deze manier afsluiten. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en wie weet tot de volgende keer.